Ik sta hier op de eerste hulp, vlakbij de traumakamer, waar patiënten worden opgevangen na een ernstig ongeluk. Dit gebeurt op de tafel van de CT-scan, waar eerst stabilisatie plaatsvindt en daarna zo snel mogelijk diagnostiek verricht wordt. Wij beoordelen dan de beelden en het kan zijn dat er dan opvalt dat een patiënt een behandeling elders heeft gehad. Maar we kunnen dit niet verifiëren omdat wij geen eerdere gegevens in het systeem hebben. En dit komt omdat de systemen niet met elkaar verbonden zijn. De ziekenhuizen hebben geen verbinding met elkaar met betrekking tot medische gegevens. Juist nu in deze tijd waarin zoveel patiënten verplaatst worden tussen ziekenhuizen, is het eigenlijk niet meer uit te leggen dat dit niet geregeld is. Dus beste politici, verbeter de gegevensuitwisseling in de zorg tussen zorginstellingen, zodat medisch specialisten en zorgmedewerkers op elk moment beschikbaarheid hebben tot deze medische gegevens en zo de beste zorg kunnen bieden.